gedachte achter samenzorgen is dat we de zorg echt samen met de patiënt en zijn familie gaan doen. Eigenlijk zijn ouders hebben wij geen bezoektijden voor. Die zijn 24 uur per dag welkom hier op onze afdeling. Maar eigenlijk zouden we het zelf nog een stapje verder willen zien. Dat dit het tijdelijk huis wordt waar ouders zijn en verblijven bij hun kind. En wij zijn degene die hier op bezoek komen en een deel van de zorg helpen verlenen. Ja, het is toch jouw kind wat hier ligt en daar wil je toch zo goed mogelijk voor zorgen. Ja, we hebben hier 11 maanden gezeten en er zijn dingen zeker goed gegaan, maar ook dingen waar we tegen aangelopen zijn die beter hadden gekund. Dus hoe we het anders willen doen is dat we echt de patiënt en zijn familie heel erg willen betrekken in wat is voor jullie op dit moment het beste, kunnen we beste keuze A of keuze B doen en echt shared decision making daarin gaan doen. Ik zit in de kinderadviesraad. Ik ben betrokken als lid van de oude adviesraad. De kinderadviesraad zorgt ervoor dat het ziekenhuis leuker gemaakt wordt. Dat ouders meer betrokken worden bij de zorg voor het kind. Dingen zoals verzorging, luier verschonen, wassen, aankleden. Dat zijn ook dingen die ouders heel goed zelf kunnen en ook zelf graag willen doen. Kleine veranderingen kan jij juist als ouder opmerken, terwijl een verpleegkundige die in dienst binnenkomt vallen en niet altijd even gelijk kan zien. Maar als ze daar naar vraagt bij ouders, dat wel kan meenemen in de zorg naar het kind toe. In plaats van primair zorgverlener, groei je toe naar een primair zorgbegeleider voor ouders. En ik denk dat dat een grote stap is. En daar zijn we nu eigenlijk al met allerlei cursussen en onderwijs zijn we daarmee bezig om die stap te maken.